Het eiland van Schalkwijk wordt getekend door de lijnen van het Amsterdam-Rijnkanaal, de spoorbaan, de Wetering en de Lek. Deze lijnen vormen een rode draad in de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, hoewel het kanaal destijds nog deels gegraven moest worden. De laatste ooggetuigen van de oorlogstijd willen hun verhalen doorgeven, zodat volgende generaties de lijnen uit het verleden kunnen blijven volgen en voortzetten. Ook de Hollandse Waterlinie is een belangrijke lijn in het landschap. In tijden van oorlog kunnen gebieden in Nederland, ook in Schalkwijk en Tullentwaal, onder water worden gezet om de vijand tegen te houden. Dit heet inundatie. Fort Honswijk was een belangrijk knooppunt in de Hollandse Waterlinie. Ze hebben gezegd, als we nou die plas water eens 5 kilometer maken. Dus ze hebben geprobeerd een plas te maken, althans laag land, waar water in kon 5 kilometer breed. Ja, daar voelen we ons hartstikke veilig. Maar ja, dat is de volgende vraag. Hoe diep maken we dat? Zij, als we nou maar 50 centimeter water maken, de soldaten kunnen daar niet door. Er zitten sloten in, er zitten rasters in, heiningen. Dan lopen ze helemaal vast met de kanonnen. En dan maar 50 centimeter kunnen ze echt ook niet varen. In de Tweede Wereldoorlog was het fort ook bezet door Nederlandse soldaten. Die zouden van hieruit proberen de omgeving zodanig in te richten met die waterlinie dat de vijand er niet door kon. Ja. Toen waren de ontwikkelingen alweer verder gegaan. Men kon vliegen. Men vloog gewoon over de Hollandse Waterlinie heen. En we hadden er eigenlijk helemaal niks aan op dat moment. Maar wel was het wel een mooie plek waar soldaten konden verblijven. Die konden daar slapen. Die konden de munitie daarin opslaan. Maar als verdediging in de Tweede Wereldoorlog werkt dat al helemaal niet meer. Zou dit mooie land ooit onder water worden gezet? Tijdens de Eerste Wereldoorlog gebeurt het niet. Nederland blijft neutraal. Maar eind jaren 30 rommelt het opnieuw in Europa. Gemeentes, waterschappen en burgers moeten zich voorbereiden op een eventuele oorlog en inundatie. Het is 28 augustus 1939. Het Nederlandse leger wordt gemobiliseerd. De soldaten worden ook ondergebracht in forten, huizen en boerderijen op het eiland van Schalkwijk. Op hun beurt vertrekken Schalkwijkse dienstplichtigen naar elders. Schalkwijker en soldaat Henk Baas is gelegerd in Hilversum. In Hilversum zaten we met 40-50 man in een villa. En dat was een afdeling die een hospitaal moest oprichten. Dus onze taak was met z'n 50e om ooit als er oorlog was een hospitaal te stichten. De Nederlandse militairen die op het eiland van Schalkwijk gelegerd zijn, brengen daar leven in de brouwerij. Rie van Bijleveld Rijksen schrijft: weldra waren de forten vol met soldaten. 'S Avonds was het druk in het dorp. En vooral ook in de dorpscafés. Dat was best gezellig. Maar op 10 mei 1940 slaat de stemming om. Opeens is het oorlog. Iedereen schrikt heel vroeg in de ochtend wakker van de vele Duitse vliegtuigen die overvliegen. De forten van de Waterlinie en de spoorbrug over de Lek worden in de gaten gehouden. Er wordt geschoten. In de nacht om 1:00 of 2:00 vlogen er veel machines. Er kwamen er geregeld meer en ze vlogen heel laag. Het was een lawaai van geweld. Om 1:30 of 4:30 was gewoon de hele omtrek overdekt met vliegers. We zetten de radio aan en wat krijgen we te horen? Nederland is in oorlog met Duitsland. Nou, dus we zaten in die villa en we werden gewekt. Nou, we werden naar buiten geroepen, we werden als appel. En we stonden buiten en toen werd er verklaard dat Duitsland had de oorlog verklaard. En de vliegtuigen vlogen in de lucht, de Duitsers, heel hoog. Nou, toen de vliegtuigen overkwamen,
stonden mijn vader en ik op het balkon achter. En toen, we wisten eigenlijk niet wat er gebeurde. Hij zei, dat is niet in orde, zei, er is wat aan de hand. En toen zei hij, ja, misschien is het wel oorlog. Het onvoorstelbare gebeurt. De inundaties worden in werking gesteld en grote stukken land worden onder water gezet. Binnen de kortste keren moet iedereen vertrekken. Wij kregen aanzegging. We moesten evacueren. Toen heb mijn vader ons met paarden wagen en wat huisraad ook naar de haven in Vreeswijk gebracht. Schalkwijk die kwam helemaal onder water. En toen moesten wij allemaal weg en al het vee ook. Twee dorpen, Schalkwijk en Tulletwaal, binnen 48 uur volledig ontruimen en iedereen per schip vanaf Vreeswijk laten vertrekken. Dat is een enorme operatie. Het land werd onder water gezet. Ja, toen moesten ze naar Vreeswijk toe, door Tulletwaal heen, met karren of lopend of met de fiets, als ze die nog hadden. En dan kwamen ze in dit soort boten. En in die boten moesten ze dan richting Rotterdam. Er liggen dorpjes rond Rotterdam, Schimp, Luiden en de Voorburg. En daar moesten ze naartoe. De mensen uit Schalkwijk moesten allemaal weg. En ja, Brit? Wat namen die mensen dan mee als ze naar de boten moesten? Mijn moeder die gaat naar de kamer en ik zie het gebeuren. En die pakt de heilige Jozef. En ze kijkt, ja. En ze ziet daar een handdoek liggen op de tafel. Ze rollen hem erin. Onder de arm. En ze hebben hem niet meer losgelaten. En toen heeft mijn moeder hier s'nachts rugzakjes gemaakt voor ons. En een hemdje en een broekje, geloof ik. En een adreskaartje erin gedaan. Het hebben we omgehouden. Ja, ook met die tentwagens ging ik daar naartoe. En dan spenden ze een paard uit de jongens dan in het land. En wij gingen de boot in. Het was een hele oude kolenschuit. Met van die, van die platen erop die dicht konden. En er waren een stuk of 3-4 platen waren eruit. Omreden dat dan een beetje daglicht erin kwam. Mijn opa die leefde ook nog, opa Motorburg. En die ook wel met een brancade erin nog. Ja. Maar je ziet hoe diep dat die grote schepen zijn. Hè. Dat is onvoorstelbaar. Als kinderen dan naar het toilet moesten, gingen die naar het toilet, dan hadden ze potjes erin gezet. En dat hield in dat als je op het potje moest, dat je je broekje naar beneden moest. Nou, ik schaamde me helemaal te pletteren, want ja, dan konden ze mijn blote kontje zien. Nou. In de namiddag vertrokken we naar de schuit in Vreeswijk. Daar werden pakken stro naar binnen gedragen, zodat alle mensen een slaapplek konden vinden. Er was een klein jongetje in onze schuit dat bang was voor het donker. Je hoorde voortdurend zijn stemmetje. Lampie aan, lampie aan. Tijdens het inschepen voor het Duitse vliegtuig aanvallen uit op de brug over de Lek bij Vianen. Herhaaldelijk klinkt luchtafweergeschut. Toen begonnen ze te schieten op ons. Nou, dat was heel eng. Dat was, ja, die schuit werd gewoon beschoten, want die vliegtuigen die vlogen maar in de rondte. Dus. Maar al die vliegtuigen gingen naar Rotterdam. En die hebben de binnenstad van Rotterdam helemaal plat gebombardeerd. Heel veel mensen omgekomen. Er was niks meer over. Maar ze hebben ons wel beschoten, maar ze hebben gelukkig geen dingen geraakt. Jozef deed zijn werk. Zuster Waltruda schrijft: we moesten terug naar Vreeswijk. De spanning steeg in de boot. Zeker toen we het naderende geronk van vliegtuigmotoren hoorden. Kinderen begonnen te gillen. De vliegtuigen bleven maar boven de boot cirkelen. Opeens klonk er het geknetter van mitrailleurs. De kogels vlogen over het dek van onze boot. Onze moeder overste begon de rozenkrans te bidden. Vandaar hoorden we dat Rotterdam gebombardeerd was. Hebben we een beetje gezworven over het water op de Lek. In die kolenschuit. Maar we zijn in ieder geval zijn we in Utrecht gekomen. We zijn naar de kerk gegaan door. En, ja. Wij waren het eerst in Utrecht. En toen zijn we in de trein gedaan. En toen hebben we een nacht in de Voorburg geslapen. Maar de meeste zijn maar één dag weg geweest. En zijn jullie nog in de trein geweest? Ja. Dat was helemaal mooi. Want daar hebben we bijna nog nooit in de trein gezeten hoor. Ja. Toen heeft de Nederlandse regering, de koningin heeft gezegd: nee, dan geven we ons over.
dan zijn de Duitsers zijn de baas. Dus toen kregen de mensen in Utrecht te horen dat ze weer terug konden. En toen gingen ze lopend of met de fiets gingen ze weer terug naar huis. Maar hoe zag Schalkwijk er dan uit als de mensen weer terugkwamen? Het Hollandse leger trok zich terug op de, vanaf de Grebbeberg ook naar zeg maar de forten. En het was een paniek. En er liepen ook paarden los. Het was een hele ongeorganiseerde boel. Hoe zag de Brink eruit? Met water? Ja, ik weet niet of dat het toen zo was dat het onder water stond toen wij terugkwamen. Heel weinig, toch? Oh, en ja. Er liepen wel allemaal koeien. Dat herinner ik me nog. Maar, en dat de mensen de koeien gingen melken. En toen wij thuis kwamen, mijn vader had een groentewinkel. En toen hadden die Duitsers alles wat kapot kon, kapot geslagen. De ruiten eruit, samen kapot geslagen, lag allemaal erneer. Toen zijn we teruggekomen en toen stond de hele tent hier onder water. Op een poom moest je het een en ander doen. En die huisarts gooide die, het bloed heet weer ook, maar zomerdag hoor. En die huisarts die gooide die po leeg en die viel uit de handen. En dat water was nog een beetje stromend en de overbuurman, oude Jo Harten was dat. Jo, zo, kom een po en vang hem eens op. Die had de Ragensbol gepakt, maar die kon er niet bij. Dus dat ding is de polder in gedreven. Nooit meer teruggezien. Nooit meer teruggezien. De Duitsers bezetten ons land en soldaten nemen hun intrek in de forten. Onder andere in Fort Honswijk. Hun taak is het bewaken van de spoorbrug over de Lek naar Culemborg. Ook veel gezinnen krijgen zomaar één of meer Duitse soldaten ingekwartierd. Toen kreeg je, ja, toen je terugkwam, kreeg je te maken met die Duitsers, hoor. Ja. Die waren toen de baas. Ja. Ja. Die boerderij Joost van Herben en van Zijlen zaten allemaal vol met Duitsers daar. Er zaten heel veel Duitsers in. Want als hier eten kwam halen, dan ging het allemaal daarin. Ja. U zegt eten komen halen, maar hoe komen ze hier eten halen dan? Vertel met, dat eens. Met een platen hoor. 10, 12 hoor, smiddags om 12 uur. Ze gingen een hele ruimte plots. En die kwamen van de spoorbrug af dan? Ja. En dan, maar waarom kwamen ze hier eten halen? Want hier zit de keuken. De keuken was hier. De kok zat hier, 3 koks. Ja. Die kookte eten voor die lui. En die zaten bij, hier in het bakhuis? Die kok zat hier in het bakhuis, ja. Oké, ja. Oké. Op een keer kwamen toen allemaal groene auto's, lege auto's. Ze komen van de pothoek, zeggen wij altijd, vandaan rijden. En die stopten hier en wij werden gevorderd. En wat betekende dat, gevorderd? Dat de Duitsers in huis kwamen. Oké. Okay. Ja. En waar gingen jullie heen? Wij bleven gewoon in onze eigen kamers, ja. Maar ze sjatterden de voorkamer en ze sjatterden de wagenschuur. We hadden allemaal een soldaat in huis, een Duitse soldaat. Hij sliep ook op een bed boven en mijn broertje, die was toen 10, Bettes. We hadden niet zoveel ruimte, dus die moesten ook samen in dat bed slapen. Nou, dat is altijd heel goed gegaan. En ja, dat was het, dat moest nog eenmaal. Mijn vader, ze hadden een heel mooi jong beest. En mijn vader wou hem ruilen voor een oude koei, weet je wel. Zo'n koopman was het wel. En, maar nee hoor, en toen werd hij naar buiten geleid. En dan werd die beest neergezet. En in plaats dat ze nou een schot door zijn hoofd deden, nee, zei die dikke kok. Hij pakte een hakbijl. Uit de schuur van mijn vader? Hè? Ja, de bijl van mijn vader. Ja. En hij sloeg zo dat beest zijn kop eraf. En daar stonden wij als kinderen bij. Ja. Dat vergeet je nooit. Dat zie je nog zo voor me. Bij Valk was een inkwartiering. Er zaten allemaal Duitsers. En er stond een Rode Kruisauto opgesteld. En we hadden een van de jongen gezien, er ligt verband in. In ieder geval, wij onze zakken gevuld met rolletjes verband. En toen hadden ze dat gezien. En toen hebben ze ons opgepikt. Ja. Maar toen was bij de griffioen zat zo'n ordonnans en die nam ons mee. Ja, dat konden ze hier het raam zien dat we weggevoerd werden. Dan moesten we bij Pieternelle het bruggetje over zo naar griffioen en achter tegen de muur hebben gestaan met handen omhoog. Hij kwam zo met zijn geweer op zijn rug en die om het hoekje had hij ons. Ja. En het geweer er zo overheen. Ja, niet als we geschoten hebben hoor, maar toen mochten we dan weg. Want wij konden dat verband niet kwijt, hebben we daar moeten lossen. We hadden het een paar stukjes op het bruggetje eruit gewikt. Maar ja, die eruit liep, hadden we dat gezien natuurlijk. Ja. Dus
Nee, je was betrapt. Ja, en goed ook. Ja, want we hebben een goede beurt gemaakt, want hij moest alles vertellen natuurlijk. En nou, het is nou goed afgelopen. We mochten er in huis. Nou. Dat was het eind van de Wickenburgslaan, aan de spoorkant natuurlijk. Er stonden wagons. Ik weet het toch als de dag van gisteren hoor. En dan moesten soldaten de wacht houden. Twee geloof ik. Ik heb het nooit gezien, maar het was wel zo. Maar ja, die hielden dan die soldaten een beetje aan de praat. En er waren mensen die gingen dan die wagons openmaken. En daar lag etenswaar in. En dat namen ze mee. Het mooiste vond ik die kolen, want dat was wel leuk hoor. En dan liepen we dus over de Hoge Dijk, want toen was het nog geen provinciale weg, over de Hoge. En dan zag ik ze aankomen en dan was het al een beetje schemer. En dan zag ik ze aankomen en denk ik, ja, nou zie ik mijn kans klaar. Ik ging dan gewoon lopen, zo, van de kerk zo naar op. En als we voorbij de kerk waren, dan ging ik erachter lopen. En dan ging ik zo mes eroverheen. Ja, dat liep er wel. Het waren geen zakken vol. Maar dan lag kolen. En dan ging ik naar huis en dan ging ik in mijn handen en schepte iets op. Er waren die ouderwetse treinen nog met kolen en alles erin. Hè? Mijn familie was daar ook nog bij. Maar ja, die machinist, dat was een kennis van mijn vader. En als ze dan langskwamen, dan gooide hij grote brokken kolen naar beneden. En dan als die trein weg was, dan ging mijn vader dat oprapen en dan ging hij dat fijn hakken en dan hadden wij weer brandstof. Zo'n klein rood kacheltje. Gloeiend stond hij soms. Waren jullie daar bang van die Duitse soldaten dan? Of viel dat wel mee? Ja, die mensen die... Ja, wij gingen er net zijn soldaten. Ze werden ook gestuurd. En er waren fellers bij, maar er waren er ook bij die zeiden Hitler. Henk Baas moet eerst nog 3 maanden beschikbaar blijven voor de Duitse legerleiding. Maar kan dan weer terugkeren naar Schalkwijk. Ja, ik kwam dus regelmatig thuis. Maar je zat zo'n naam krijgsgevangen. Tot het werd vrijgegeven. Maar dat is niet langzaam eigenlijk. Je was eerst veel te bang. Maar de Duitsers, dat bleek toen, die wilden eigenlijk Holland nemen. Dus die deden aardig. En dus eigenlijk werden ook als soldaten... Niet gepest. Na een poosje ging je gewoon naar huis. Nou, ik was hier gewoon schoenmaker. En postbode. Je was schoenmaker en postbode? Dat deed ik samen, ja. In het begin ging alles nog redelijk goed. Maar al spoedig werden paarden, auto's en fietsen gevorderd. Alles ging op de bon. En velen moesten onderduiken... omdat ze anders in Duitsland te werk zouden worden gesteld. Je kreeg dus van de Duitse Weermacht, want Holland was uitgeschakeld, kreeg je dus disciplinaire dingen en er was enorme controle op. En dat was natuurlijk ook de verduistering. Om 8 uur moest iedereen binnen zijn. Nee, wij mochten ook niet op de weg komen. Nee, we zagen mensen hoor, om 8 uur hoor. Nou, 8 uur, nee, mensen hoor. Nee. Nee, er mag geen licht zijn. Nee, er mag geen licht. Dat hebben we hier meegemaakt. Hoor. En hoe deden jullie dat dan? Wij hadden binnenluiken en dan zaten maar zulke rondjes in en die hadden we dichtgeplakt. Ja, ja. Ja, bij ons was het zwart papier, dat weet ik ook nog wel. Ja. Alles was donker. En er waren zelfs, ook in Schalkwijk, die stonden op de brink, op de brug. Wat zal dat, hè? Dat heb je toch in een dorp, toonaangevende mensen. Maar ze bleven staan, hè. Maar de Duitsers zeiden, nog 1 keer, hè. En dan is het raak. Maar ze wilden wel lopen, hè. En hij zei, de laatste ronde deden we 2 naar huis, zo'n lantaarn bij, hè. Zo'n petrolelantaarn. Okay. Zo'n stormlantaarn noemen ze dat, hè. Was er ook één die had zo'n beetje verkering. Met een buurmeisje. Dus, maar die ging dan elke avond eventjes, heel stiekem, in het donker, ook naar dat meisje, naar de overburen.
En dat ging al de hele tijd goed. Maar hij ging op een avond weer. Maar hij, nou ja, hij hoefde niet op de deur te kloppen. Want die tijd, ze wisten precies elkaar wat ze aan elkaar hadden. Hè. En, maar er was ook bij de buurvrouw een hele oude oma. Met alle respect hoor. En die deed de deuren open. Dat kon de jongen ook niet zien. Dus die vloog die oma om de nek. De heer van Korsinze, dat van de Witte Huisje die in de handen kant zat, die zo op tegen was, dat woonde Korsinze. Ja. Die Jan Hinze, die kwam ook hier in de Schelm gewoond, die meneer van Veld getrouwd is. Okay. En die wordt te laat, toen hebben ze de hele nacht in het hok gezeten. Hoe kwam dat dan precies? Van ja, dat is nou 8 uur. Je moet na 8 uur niet meer op de weg wezen. En waar werden ze dan opgesloten? In het brandweerhuisje. Oké. Okay. Ja. En dan moesten ze de hele nacht in blijven Ja, zitten. Dan moesten ze de hele nacht in blijven. Omdat het na 8 uur op de weg was. Oké. Ja. Die verduistering is nodig zodat Engelse en Amerikaanse vliegtuigen zich 's nachts niet kunnen oriënteren. Op 15 augustus 1940 gaat het desondanks mis in de Pothoek. De huizen van Van Dillen, Vernooy, Bouwman en Van Emmerik worden getroffen. Ja, er liggen op zolder, daar ze de dakraam niet verduisterd. En toen hebben ze die bommen gegooid. En bij wie was dat dan? Bij Herman Vernooy. Waar nou tegen van de boven zit. Ja? Daar is tegen een wit huis gewonnen Van Dillen. En daar is gebeurd. Want hier in de heuvel worden alle eruit gedrukt, hoor. Ja? Allemaal worden eruit. Ja. Oké. Okay. De druk. Ja. Zaterdag 16 augustus. Gisteren gingen we om 11 uur naar bed. We waren wat ingedommeld toen we een vliegmachine hoorden. Hij begint bommen te gooien. Een leven van geweld. Vader ijlt naar de Pothoek om zo nodig hulp te bieden. En ja, daar lag het huis van Vernooy in elkaar gevallen. 2 kinderen lagen nog in bed. Niemand durfde naar boven en toen is vader tegen de omgevallen gevels opgekropen en had het geluk de kinderen nog slapend te vinden. De verduistering werd op slag overbodig toen de bezetter het nodig vond om de elektriciteit van alle huizen af te sluiten. We vonden er niks aan, dus zochten we een oplossing. We wisten een paar stoppen op de kop te tikken en 's avonds in het donker klommen we met een laddertje tegen de paal om de stoppen erin te draaien. Het was heerlijk om weer licht te hebben. Het werd nog leuker als de radio, die al ingeleverd had moeten zijn, onder het stro in de varkensschuur uitgehaald werd, zodat we heimelijk naar Radio Oranje, de stem van herreizend Nederland, konden luisteren. Maar de oorlog is niet voor iedereen een spannend jongensboek. Jonge mannen moeten zich melden om in Duitsland aan het werk te gaan. Alle mannen geboren in de jaren 1922, 1923 moeten zich melden bij het gemeentehuis. En wat moest hij in Duitsland doen? Werken in de fabrieken. Want in Duitsland waren heel veel mannen aan het vechten in het leger. Dus in Duitsland waren er niet zoveel mannen meer. Maar er moesten wel allerlei dingen voor de oorlog gemaakt worden in de fabrieken. Nou, dus daar is werkkrachten nodig. Dus die werden gevorderd. Dus bij de post kenden we die brieven. Dus we zeiden, jij een brief, je moet naar Duitsland, nooit gaan. Sommigen gingen toch, sommigen niet. Ken je mensen uit Schalkwijk die met razzia's opgepakt zijn en te werk gesteld zijn? Nou, waren dat niet de kruisers? Die werden te werk gesteld in Duitsland, werden die, hè? Ja, er zijn er wel weg geweest, dat weet ik niet goed. Ja. Driekes weet ik in ieder geval zeker, was de fietsmaker, hè? Ja. En die heeft het nog wel eens verteld. Ja, Driekes, ja. En toen dachten twee broers van, eigenlijk willen we dit helemaal niet. Weet je wat we doen? Die trein stopte in Amersfoort en toen zijn ze uit de trein gegaan. En 1 broer, die is wel doorgegaan naar Duitsland. Want die dacht, nou, ik doe dat niet. Want als die Duitsers erachter komen dat ik weer teruggegaan ben, dan komen ze straks bij mijn vader en moeder en dan gaan ze daar zoeken. En dan nemen ze misschien mijn vader en moeder wel gevangen. En dan nemen ze mijn vader en moeder mee. Dus laat ik dat maar niet doen, ik ga toch naar Duitsland. Maar die 2 andere mannen, die 2 broers van hem, die zijn wel teruggegaan naar Schalkwijk. Maar ja,
Dan kom je thuis en dan denk je, nou oké, nou ben ik weer thuis. Maar die Duitsers die komen mij misschien toch opzoeken, want ze missen mij. Dus dan kan je niet zomaar ergens gaan slapen. Want ze hielden ook af en toe een soort, razzia's noemen ze dat. Dan gingen ze kijken in de huizen, zijn er nog jonge mannen? Ja, als er razzia's waren, werd er omgeroepen, liepen er over de weg. En dan zeiden ze, weg zijn, je moet weg zijn, want er komen razzia's aan. En dan gingen mijn broers en de buurt, de jongeren, gingen allemaal naar achteren hier de rietput in om de rijken te verschuilen. Die Duitsers gingen toch niet in die rietput zoeken. Die bleven allemaal bij de woningen kijken. Mijn vader, die was al wat ouder en die denk je, op zou misschien meevallen. Maar die ging toen naar boven, op zolder, onder een bed liggen. He, want die denkt, nou ja, dat is het wel veilig. Maar ze gingen dan ook gewoon het hele huis doorzoeken en ook boven kijken. En toen lag mijn vader zijn horloge, lag daar op een kastje. Dat namen ze mee en ze zijn weggegaan. Dus ja. Dat is eigenlijk misschien zijn redding geweest. Ja, ja, anders moet je mee. Ja, dus je hebt geschreven, broer, als we, mijn vader was altijd broer, als Zweres, dus, en die heette dus in de volksmond Zweres, hè. En mijn andere broer heette Herman. En als er onraad was, dan ging de telefoon. Ja, ze zijn er weer. En dat gebeurde aan de Heul. Toen zei ze, weet je wat, jongens, we weten de weg, we gaan de kerk in, we gaan boven, daarboven zitten. Het is zover, was het altijd. Meer werd er niet gezegd. En nou, dan gingen ze daarin zitten. En als het dan klaar was en alles was weer weg en het was weer rustig en schelkwijk, dan zwaaide ik wel een keer met een zakdoek en dan kwamen ze weer. 'S Nachts moesten ze zich vaak verstoppen. En dan gingen ze niet thuis slapen, maar dan gingen ze bij de boerderijen naast in het hooi slapen. Of boven de koeien. Of boven een school. Bijvoorbeeld de Michielschool in Schalkwijk. Op de zolder, daar staan die vier namen van meneer Kopier, meneer Van Duin, meneer Wieman en meneer Am. En die hebben hier nachten hierboven geslapen. Voor Joden verboden of Joden niet gewenst, die bordjes verschijnen overal in Nederland. Joodse mensen worden opgepakt en afgevoerd naar concentratiekampen. Joden zijn nergens meer veilig en zoeken onderduikadressen. Ook in Schalkwijk bij de klompenmaker Gerrit Hulshoff en zijn vrouw. Aan het Neereind. Voor in het Neereind staan die vier huisjes in het laatste. Woonde Hulshoff en die was klompenmaker. Ook nog op een ouderwetse manier. Voor een aardige mens, joh. Ja. En hij had van die dingen hoor, om ze klaar te maken, de klompen. Ja, maar we mochten wel eens zien, ja. We gingen van best naar kijken, ja. Ja. Dit is het huisje van de klompenmaker. Die heette Hulshoff, meneer Hulshoff. En die heeft twee Joodse gezinnen in zijn huis gehad. En vrouw Hulshoff, die kwam bij ons elke dag 2 liter melk halen. En dan zei mijn moeder wel eens, wat doen die mensen met de melk? Want 2 liter voor 2 mensen, dat is een hoop elke dag, of niet? En toen zei er een keer, die oudste zuster van me, die zegt, ik geloof er allemaal niks van. Op de weg waren ze samen. En vrouw Hulshoff kwam alleen in huis. Maar mijn moeder ging niet de deur toe. Vrouw Hulshoff die wist, die melkkoker stond in de bijkeuken op de tafel. En ze zette er een lege neer en de volgende ging mee. Nou ja, en toen op een keer toen was er een overval gedaan. En toen bleek het dat zo was. Ja, er zaten Joden in. Er kwam een Joods gezin uit Utrecht, die zou er gaan wonen. En die heette de familie Hein. Die zouden hier als eerste gaan wonen. Hierboven gingen ze onderduiken, de rest van de oorlog verstoppen voor de Duitsers. Maar toen zij kwamen, was er al een gezin uit Rotterdam. Die heette de familie Sanders. Een jonge meneer en een jonge mevrouw. En die hadden een babytje. Nee, ze hadden nog een babytje. Ze kregen een babytje. Maar dat mocht natuurlijk niemand weten dat er een Joods babytje geboren zou gaan worden in dat huis. Dus toen heeft mevrouw Hulshoff, die hier eigenlijk zelf met haar man de klompenmaker woonde, en die had geen kinderen, was ook wel een jonge mevrouw, die heeft net gedaan alsof ze een babytje kreeg. Dus haar buik werd steeds in de afgelopen weken, maanden steeds dikker. Ja, en toen, ja, je krijgt een hoop praten.
Want vrouw Hulsel was in verwachting. Mijn moeder is nog op kraamvisite geweest. Maar een andere buurvrouw die heb ik gezien toen ze in het kraambed lag, dat de geit losgebroken was. En die kwam ze weer vastzetten. Maar dat zijn allemaal dingen. God, hoe kan dat? Achteraf gekeken. Die vrouw Hulsel zo flink was om het kraambed sprong om de geit vast te zetten. Ja. Maar vrouw Hulsel had nooit in een kraambed gelegen. Dat was die Joodse vrouw. En toen was dat babytje er. En wat doen baby's? Huilen. Heel veel huilen. En dat vond die mevrouw, mevrouw Heijn, vond het heel eng. Want ja, dan worden we straks verraden. Hè? Mensen in Schalkwijk die zien dan dat hier Joden wonen. En dan worden we verraden. En toen heeft meneer en mevrouw Heijn hebben besloten om weg te gaan uit Schalkwijk. En toen bleef alleen die meneer en mevrouw Sanders met het babytje. En dat is eigenlijk wel een Joods babytje wat in Schalkwijk geboren is. Die bleven achter, samen met de klompenmaker. Maar een paar weken later kwam er twee Duitse jodenjagers. En de jodenjagers zijn erachter gekomen dat hier in Schalkwijk ook Joodse mensen wonen. Die zijn er naartoe gegaan en die hebben meneer en mevrouw Hulsoff meegenomen. Meneer en mevrouw Sanders en het babytje zijn allemaal afgevoerd naar Duitsland. Vier ervan zijn er overleden in Duitsland, in een concentratiekamp of door ziekte. En alleen mevrouw Hulsoff heeft de oorlog overleefd en die is teruggekomen. We leerden op school dat als het luchtalarm afging of als er een vliegtuig overkwam, dat je dan snel onder de bank moest kruipen. Daar zou je veilig zitten bij bombardementen. Veel mannen moesten ook langs de wegen eenmansgaten graven. Voor ouderen en ook voor ons, kinderen. Als er geen putjes in de buurt waren, dan moest je plat op de grond gaan liggen. Dan lag je beschut voor granaten en rondvliegende scherven. We waren ontzettend bang. In het poëziealbum van Klazien Kool van der Velde staat het versje van haar nichtje Riet Oudijk. Schalkwijk, 2 augustus 1942. Lieve nichtje, nieuwe orde. Lege borden, weinig vet. Vroeg naar bed, amper warm. Luchtalarm, je nichtje Rietje Oudijk. Omdat ons huis, Annex Café, dicht bij de spoorbrug stond, hadden we overal Duitsers in huis. Ze sliepen op de hooizolder en in de biljartkamer. Rondom het huis stond overal afweergeschut opgesteld om vliegtuigen te weren. Als er Engelse vliegtuigen overvlogen, kon het hier een hels kabaal zijn. Soms renden alle soldaten ons huis uit omdat ze bang waren dat het gebombardeerd zou worden. Inderdaad zijn hier op een middag rondom het huis een aantal bommen gevallen. Het was een oorverdovend lawaai. Zulke geluiden vergeet je nooit meer. Hier is de schuilkelder gebouwd, ja, ongeveer denk ik 2 meter diep. En daar hadden we rijplaten, ijzeren rijplaten bovenop leggen en daar riet over. Hier was de ingang van de schuilkelder. Ja, de ingang van de bunker. In de grond, hè, was het hier, hè? Het was niet in de bunker, maar hier in de grond. In de schuilkelder. Nou, ik weet het wel. Ik ben wel 1 keer bang geweest. En toen was de hele lucht was vliegtuigjes. Toen ben ik plat op de grond gaan liggen aan het einde van de batterij. Ja. En nou, toen ben ik wel bang geweest. Ja. Ze schoten op, joh. Ja, ze schoten op de trein, hè. Die kwamen hier dan en schoten ze op de trein, hè. Als het gevaarlijk was dat de vliegtuigen eraan kwamen en net met mijn zusje liep ik hier te spelen en dan doken we gauw onder dat brugje daar, want dan was die dag niet veilig was. Dit water was zomers altijd droog, dat weten jullie ook wel, hè? Deden mensen in Schalkwijk ook dingen die niet mochten? Ik ken meneer Baars, dat verhaal. Meneer Baars was de postbode van Schalkwijk en die bracht stiekem in zijn sok
bracht hij van die kleine briefjes, deze kleine briefjes. En dan moest hij ze naar een boerderij in Werkhoven brengen. En dan gaf hij ze af. En dan zei hij niks. Hij moest alleen het briefje geven. En soms kreeg hij een briefje mee terug. En dat moest hij dan hier in Schalkwijk weer aan iemand brengen. Aan Gabriël ten Holder. Dat was de zoon van de burgemeester. Dus die zoon van ten Holder, ik dacht, die gaat daar weer niet. Die ken ik dus goed. Die komen dus bij me en die vragen wat ik die berichten wil verzorgen. Weet ik wat waar, zei goed. Maar dat bleek toen al. Hij trok zich terug. En ik kreeg de opdracht dat te doen. Ik heb hem nooit meer gesproken, want dat kon ik hem verraaien. Ik kende niemand, ik wist niemand, maar je kon niemand verraaien. Ze hebben mij nooit aangehouden, maar ik was niet bang voor. Ik vond het meer een spelletje. Ik vond het leuk. Ik reed met een korte broek dan altijd. Dus ik had die kousen hier en die banden van die kousen, deed het berichtje in. Dus als ze aanhouden, zou ze het niet zo gauw zien. Je komt het weggetje uit en je gaat naar de Werkhoven en daar staat hij. Dus al die keren ging ik zo, ik schreef iets derf op, ga het briefje af en ik zei verder niks, nooit geen naam, niks. Iets van de telefoon moest ik wegbrengen naar wijk Beduurstede. Hoefde niks te zeggen, hoefde het alleen maar te zeggen, alsjeblieft van Schalkwijk. Meer niet. En ik fiets weer terug. Maar er gebeurden wel meer vreemde dingen. Je kon bijvoorbeeld ook bonnen kopen, schoenenbonnen of wat ook. Hoe kwamen ze eraan? Ja, overvallen. Daar weet ik verder niks van, maar dat gebeurde. Ja. He? Het distributiekantoor was dat. Ondergrondse, er was een hele koppel hier ondergrondse. Ja. Maar daar hebben wij verder niks van gehoord, nee. Nou ja, daar zat hem bij wijze van spreken mijn broer in een Lamer van Alphen. Volgens mij Bennett Heijman ook de vliegenier later geworden is. En wie nog meer, dat weet ik zo niet meer. Want toen is er ook nog een Van Dijk. Die was uit de Achterdijk, of daar woonde hij niet, of daar was hij. Hoe zat het in elkaar? Die is er nog doodgeschoten en de trip toch, of niet? Er waren ook mensen in Schalkwijk die hielpen Engelse piloten die terug moesten naar Engeland. En dat was bijvoorbeeld de familie Kopier. En dat was de familie van Alphen. Daar kwamen Engelse piloten op de fiets aan 's avonds en dan moesten ze ergens even slapen. Misschien hier op school ook wel, zo'n Engelse piloot. En dan moesten ze de volgende dag weer verder gebracht worden naar, ja, ook weer richting Schoonhoven, Ameiden. En daar werden ze over de lek gevaren 's nachts. En dan gingen ze weer door naar Brabant en daar kwamen ze dan in bevrijd gebied. Kijk, ik maak eens foto's. Hè. Ik heb van een geallieerde piloot, op die foto in het water zat er schoon in. Op de zolder ben ik geweest, met de trap ging je achter naar boven, was het water weg, naar boven die zolder. Dan huisde een Engelse piloot. En daar heb ik een foto van gemaakt toen voor zijn persoonswijs. En die moesten dus weggebracht worden. En die kwamen dus 's avonds met een van de jongens. Ik weet niet of het een en de jongen nog wel wordt. En toen zeiden ze ja, fijn. En die Annie de Klerk die zei dus, nou dat durf ik wel. Nou, dus toen met die Annie de Klerk en ik met de fiets. En die mannen ook met een fiets. Gingen we de dijk op. En dan was ze daar in de buurt. En dan lag een bootje. En dan gingen ze mee naar de overkant. Toen beurden natuurlijk ook wel eens die piloten. Nou weet ik niet hoe lang dat die er waren. Maar ik heb toen wel eens een keer gehoord dat er een afspraak met Hagestein of Everingen was. Hoe niet dat ze overkwamen. Dat werd ook wel eens verstoord natuurlijk. En dan bleven ze weer wat langer. Dan zeg ik... Dingen gingen, dat deed je even, dat is hier voorbij. Dat is eigenlijk een heel belangrijk ding om die man te helpen er zo uit te komen. De spoorbrug over de lek tussen Schalkwijk en Culemborg is een belangrijk doelwit. Er worden regelmatig bombardementen op uitgevoerd. De brug raakt zo zwaar beschadigd door 2 voltreffers dat er een extra pijler gebouwd moet worden om hem te stutten. Tijdens een luchtaanval op een trein die stil stond op de spoorbaan, vlogen de vliegtuigen zo laag over de posthoorn dat alles stond te trillen. De
Tussen de boerderij en de spoorbaan was een vlak stuk land. En dat vormde de perfecte aanvliegroute. Tijdens een voltreffer sneuvelden onze ruiten en vloog het glas bij de baby in de wieg. Op 28 september 1944, rond 10:00 AM, wordt een stilstaande Duitse militaire trein bij de Jonkheer Ramweg gebombardeerd. Hierbij worden 8 of 9 brisantbommen afgeworpen. Er is veel schade aan de omliggende huizen. Er viel een bom op het spoor. En iedereen moest vluchten. En er zijn bij ons vluchten in de kelder. Er vluchten ook nog 2 Duitsers in. Duitse soldaten. En die ene die begon te huilen, want hij wilde zijn moeder nog zo graag een keer terugzien. En hij was bang als die bombardementen doorging, dat hij dan zijn moeder nooit meer zou zien. Want ja, er waren ook hele goede Duitse soldaten hoor. En die wilden ook graag liever naar huis toe. We hebben een brief gevonden van een Duitse soldaat die heel graag naar zijn huis wilde weer. En hij had het hier prima in Schalkwijk. Maar het liefste ging hij naar zijn vader en moeder weer terug. De bommen die gevallen zijn, die zijn hier gevallen. Hier. 1 gat en nog 1 gat. Ik hoorde op een keer de trein piepen. En wat er gebeurde, die Duitsers die deden de rem erop. En dan piepte die trein. En toen stond ik hier achter. En toen dacht ik bij mezelf, ik hoop maar dat hij doorrijdt. Want dat is hier die pluizen. Maar dat deed hij juist niet, hè. Hij zet hem stil. De trein die stond hierachter, kijk, je ziet daar de Leidingen. Zie je dat, de Leidingen? En daar zie je nog zo'n boog. En daar stond de trein. En hij kwam van Culemborg af en hij ging hier stilstaan. En ja, toen kwamen die vliegtuigen en die gingen aan het bombarderen. De Engelsen die gooiden de bommen en die gooiden nog raak ook op die trein. Er was een soldaat, was, nou ja, misschien een meerdere. Maar die zag mijn broertje lopen om het huis. Ja, we doen een jochie van 10 jaar. Die gaat kijken. Ja. En toen zei hij, net als hij tegen zei, kom mee, weet je wel. En de slip van zijn jas. En toen gingen ze het land in van Zuurhout. Dat was aan de overkant. Je zal het misschien nog wel weten. Ja. Van ja, helemaal een eind lopen. Weg van die. Weg ermee. En dan liepen allemaal Duitsers. Ik zie nog dat ik hier ook liep. En dat die Duitsers op dat weggetje hier, op het laantje zeggen wij altijd, met de karabijn op de vliegtuigen stonden te schieten. Met de karabijn. Ja, waar moesten we heen? En toen gingen we hier de kelder in. Met mijn moeder en de 2 jongsten, of de 3. Ik was de 3e. En toen hebben we erin gezeten, in die kelder, onder de pekelbak. En toen hoorden we die bommen vallen en we hoorden schieten. Ja, het was toch een beetje angstig. En smiddags, wij dachten dat het afgelopen was, maar smiddags kwamen ze weer terug. Ja. Die Tommies, en die gingen ze weer bombarderen. Toen is er ook nog een bom bij Roos gevallen. Op de weg, hè? Ja, bij Oldhof. Hè? Bij Oldhof, net over het spoor. Waar nou het huis van de slager nog staat. Ja, zo is dat verder gegaan. En toen zijn de vliegtuigen naar huis gegaan. Hé, daar gaat hij. Ja, dat is er weer één. En uiteindelijk moesten we toen naar het huis van Hulshof. Ja. Nou ja, Hulshof die had de Joden in huis gehad, dus die waren al naar het kamp. En nou ja, dat was het enigste huis wat leeg stond in Schalkwijk, dus dan mochten wij een paar kamers gebruiken. Hè? En daar hebben we gezeten van september tot mei. De verzetsgroep in Schalkwijk onder leiding van de zoon van burgemeester Ten Holder, Gabriel Ten Holder, saboteert op 4 oktober 1944 de spoorlijn, zodat de treinen niet verder kunnen rijden. De Duitse bezetter eist dat de daders zich melden, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Als straf hebben ze die grote villa in de brand gestoken, op de hoek van de Jongeheer Ramweg. Dan weet ik nog dat die in de brand stond. Ja, Vogelenzang. Vogelenzang was dat, maar het was een pracht van de villa. Er zijn geen slachtoffers, maar de prachtige villa brandt tot de grond toe af. Het weerhoudt de Schalkwijkers er niet van de Duitsers nog steeds geregeld dwars te zitten.
Ja, ik wil eigenlijk liever geen namen noemen. Oh ja. Doe dus dat maar niet. Zeg maar iemand. Iemand, zeg ja, maar. Ja. Iemand. Ja, dan varken weer geslacht, want er gebeurde wel meer, hè? Oh jee, ja. Want het varken, dat halve verhalen varken, hadden ze op de wagen, op de vrachtwagen gegooid, maar ze hadden de klep opengelaten. En toen waren er een paar bij, die rukten dat varken eraf, dat halve varken. En die Duitsers, die hadden niks? Nee. Nee, dat is eraf. Nou, het zou wat gekost hebben, ik geloof dat maar. Er moest op een gegeven moment alles wat van waarde was, van sieraden, maar ook koperwerk en zilverwerk, moest allemaal ingeleverd worden, want dat smolten de Duitsers om te dienen voor de Duitse oorlogsindustrie. Ja? Mijn vader kwam op het idee, in de kerk, waar nu het Zangkoor is, daar was vroeger daarboven een verdieping, een zolder daarin, en daar ging je via een wenteltrap, de deur zit er nog, ging je naar boven toe, en in die ruimte van die wenteltrap heeft mijn vader spijkers geslagen en alles daarop gehangen, van zilverwerk en koperen potten en alles. En de deur dicht gedaan. En de Duitsers hebben nooit het idee gehad van, daar komen ze wat achter zitten. Nee, nooit. Bart Gele schrijft: in 1944 vond de slag om Arnhem plaats. Het werd een mislukking. En er vielen vele slachtoffers die in de Rijn verdronken en afdreven richting Rotterdam. Enkele slachtoffers bleven achter een obstakel hangen en kwamen bij ons op de uiterwaarden terecht. Wij moesten ze ophalen. Adriaan Doorneveld, de zoon van een in Schalkwijk gestrande schippersfamilie, vindt op zijn dagelijkse tochten langs de Lek onder andere het lichaam van Edward David Meredith. In Tullentwaal en Schalkwijk krijgen uiteindelijk 5 geallieerde soldaten hun laatste rustplaats. De laatste winter van de oorlog, 1944, was er heel veel gebrek aan allerlei spullen. De spoorwegen, de mensen bij de Nederlandse spoorwegen, die gingen staken, dus er gingen geen treinen meer rijden. Dus er kon geen voedsel meer naar de steden. En toen kwam er honger. En toen gingen mensen op zoek vanuit de stad Utrecht, kwamen mensen naar Schalkwijk, want hier waren boeren en die hadden nog wel aardappels of bieten of graan. Onze koeien die hadden we op de uiterwaarden lopen. Hè. En die moesten dagen met de hand gaan melken natuurlijk al, 2 keer per dag. Als die mensen daar langs kwamen, die moesten ook drinken hebben en eten. Maar dan deed je gauw de flessen vol met melk. En dan hadden ze weer een paar dagen eten. Hè. Hij smorgen ze niet de gouden melk aan de weg zetten, dan had je niks van de melkboer. Nee? Zo vooral was het nou, ja. Ja, die hadden honger, ja. Ik weet nog goed dat wij een stukje suikerbieten hadden en die lagen bij de schuur. Dat er mensen uit Utrecht kwamen die zo van zo'n suikerbiet begonnen te happen. Dan moet je toch honger hebben, of niet? No. Moeders met baby's kwamen aan de deur vragen om wat eten en wat warmte. Ze bleven graag bij de houtkachel zitten en dat was een droevig gezicht. Ik zie het nog vaak voor me. Dit soort toestanden zijn onvergetelijk. Soms stierven mensen van honger en kou. Hadden de mensen in Schalkwijk ook honger? Ja, het viel eigenlijk wel mee, want de boeren hadden nog wel eten. Maar de boeren mochten niet alles zomaar weggeven. Want we hadden toen in de oorlog heel veel aardappels. Er was een man met een dochter. Die kwam elke dag uit Utrecht lopen, dan kreeg hij een maand van niks. En aan de handen moest je betalen. Elke morgen om 7 uur was je al uit Utrecht helemaal lopen te komen. Ja. Ja, vroeger gingen de mensen toe die echt honger aarden rapen bij een boer. Dat deden ze toen ook met de hand en dan bleven ze er alles liggen. En dan konden ze dat thuis uitpellen, maar dan was het nog niet gemalen. En dat kon je ook clandestien laten doen. Hè. Er waren ook mensen die hadden zelfs een molentje met een paar stenen. En sommige boeren in Schalkwijk, die maakten er ook een beetje misbruik van. Want wat deden ze bijvoorbeeld? Nou, dan hadden ze nog wat aardappels. En dan kon je een kistje of een zak aardappels gaan halen. Maar dan moest je daar heel veel geld voor betalen. En sommige boeren deden het eerlijk. En sommige boeren die vroegen er geld voor, een horloge zo.
dat ging ook goud. Je had allerlei mensen. Je nooit alleen goeie. Maar er waren ook mensen in Schalkwijk, en die, vaak op de boerderijen, dan aten ze 's morgens brood. En dan werden er wel 6 sneeën brood werden extra gesmeerd. En die werden dan in een zakje gedaan. En die waren voor de mensen die uit Utrecht kwamen, die op zoek waren naar een klein beetje eten. Ja, en als je dan geluk had en je kwam bij die mensen, dan kreeg je 1 of 2 sneeën brood. En daar waren de mensen heel blij mee. Die mensen hadden echt heel veel honger. Er waren zat mensen die in het neerrein kwamen. Die een paar keer in de week kwamen. En mijn moeder deed in 's morgens bijvoorbeeld. Als wij aten, dan maakten ze 6 sneeën brood, of 8 sneeën brood meer klaar. Als er iemand aan de deur kwam, dan kon ze een paar sneeën brood weggeven. Thuis hadden wij eten genoeg. Als we 's morgens brood aten, dan zei mijn moeder, hoor even, ik leg er 5 apart, want straks komen ze langs. Dus die 5 sneeuwen brood, of 6, die kwamen meestal kinderen, magere kinderen, die kwamen elke dag pas sneeuwen brood halen. Schalkwijken, dat zeg ik in alle eerlijkheid, die hebben niet opzij gekeken. Iedereen die was solidair en je hielp elkaar en ook de evacuees. Er was een zekere familie Maas uit Kerkdriel en die was daar koster. En die dacht, waar kan ik nou beter mijn heil zoeken als bij een koster hier in het dorp. Die vroeg waar de koster woonde. En toen kwam hij bij ons aan de deur om te vragen of dat hij hier wat schuilen mocht. Ja, dat mocht. Maar hij kwam man en vrouw. En Pietje. En Pietje, de zoon, had 1 kind. Maar oma was er ook bij, opoe. En die zijn tot ver na de oorlog zijn ze bij ons gebleven. Die meiden van Penders uit die Amsterdam. Kwamen, ja. En die zaten daar op zolder, weet je wel. En eronder lagen die moffen, die Duitsers daar in de voorkamer. En die zongen dan Sari Marije Zwart. Nou, mijn vader heeft wel dood zijn uitgestolen. Oeh. Ja. Ja, nou. Ja, ja, het was wel eens link, hoor. Schalkwijk, 29 april 1945. Beste Klazien, je was voor mij een onbekende. Ik kende zelfs niet je bestaan. Het was de evacuatiemeisje die mij naar Schalkwijk deed gaan. Bij Klazien Kool van de Velde heeft een zieke evacuee een tijdje in de voorkamer gewoond om aan te sterken. Ze schrijft in het poëziealbum van Klazien. Ik wens je het allerbeste, Klazientje. Dit alles is voor jouw gedicht, mejuffrouwtje van den Berg. De bevrijding van ons land is op 5 mei 1945 door de capitulatie van de Duitsers. De eerste bevrijders komen op 7 mei in Schalkwijk aan. Ja, dat was een groot feest. Toen was het vrij. En toen kreeg ze allemaal een chocola en van die koekjes, weet je wel, van die grote bussen met, hoe noem je het, biscuit. De grote transportvliegtuigen van elders, vanuit Engeland, dat weet ik veel. Die kwamen eraan en die dan ook in het wijde gebied van Utrecht kon je dan allemaal pakken, brood en van alles. Die hele kloners kwamen de Hoge Dijk uit. En dan zingen de mensen allemaal op de Lijkdijk. Waar je zegt, ja, de Hoge Dijk. Ja. Maar dan kwamen de hele kloners kwamen er voorbij en die strooiden dan chips en keuken en zo. Die strooiden ze uit voor die mensen. Kaakjes ook heel veel. Ja, ik ook, ja. Van die kaakkoekjes. Ja. Toen zijn we naar de spoorbrug gereden, daar kwamen de Tommies door. En met allemaal tanks. En die gooiden maar sigaretten zo, weet je wel. En wij zaten, ik zat bij mijn vader achterop en jij bij mijn moeder. Ik geloof dat het een neerheid was. Daar mijn vader en moeder, Kees van Dam, leefde toen nog. En die had een invalide vrouw. Dat ze daar dan even naartoe gingen en daar een paar borrels gedronken hebben op de bevrijding. Toen was het op een keer. Zei die jongens, ja, dan moet ik toch maar even zeggen. Moe, we halen even je bed weg, want we moeten even wat opruimen. Nou, dus wat hebben jullie dan? Nou, de oorlog is nou toch voorbij. Dan halen we het er wel onder. Nou, toen kwam geweren en munitie lag er nog onder en noem maar op. En dat ging ook weer. Dus het was eigenlijk een oorlog. Heel riskant, want er werd niks verteld. Die jongens konden niks vertellen ook. De bevrijding brengt in Schalkwijk niet alleen vreugde en opluchting,
Moffenmeiden worden kaalgeschoren. Bij het gemeentehuis, laat ik dat zo zeggen. Want toen werden die dames die achter die militairen aangingen, die werden wel geknipt daar hoor. Want er is een foto, dat sta ik nog bij ook. Je werd gelijk een mofhoer genoemd. Ja. Daar kwamen we het wel op neer. Dat is ook niet zo, wat ik een beetje naar vond. Ja. Dus ik stond daar niet achter, ik was er niet tegen, maar ik deed niet mee. Zo zijn er wel meer een beetje uitgemaakt. Wat niet nodig geweest was, hoor. Ja. Maar dat is nou wel lang over. Maar toen in de tijd zijn er wel een paar gezinnen een beetje over de weg getrokken. En wat ze met die vrouwen gedaan hebben, dat weet ik ook niet, hoor. Nee. Iedereen stond erbij en die keek ernaar. Verder weet ik het ook niet. Een vertrekkende Duitser steelt de fiets van BS'er Jan van Dijk. Bij de achtervolging wordt er geschoten. Die is er nog doodgeschoten en de trip toch, of niet? Ja. Ja. Want daar zaten er nog een paar houten huisjes. Daar zaten nog een paar Duitse soldaten in. Uh-huh. En die wouden de ondergrond zich toe ophalen. En toen is hij toch doodgeschoten. Ja. Ja. Toen hebben de Duitsers, zover ik weet, hebben fietsen gestolen. En dat merkte de BS. En nou erop. De Nederlandse soldaten fietsen toen en die waren de baas, dachten ze. En toen kwamen ze hier buiten schouw, daar waren we geweest, een groep Duitsers tegen. En die Duitsers wilden een fiets hebben van die Nederlanders. En die Nederlanders dachten, ja, maar wij zijn de baas. En die wouden het niet doen. Toen ging de BS ze achterna. Maar die Duitsers die dachten, kom maar jongens. En wat er gebeurde, ze doken in de gaten. Maar die anderen, mijn Duitse soldaten hadden dat in de gaten. Die Duitse schoot in Nederland dood aan de fiets mee. Maar toen hoorde ik één keer dat Jan van Dijk doodgeschoten was. En nou, dat maakte wel indruk op, hè, als jongen zijnde. Dat je dat, en toen was die naderhand hier bij Verbennekom. In een kamertje lag hij opgebaard. En dan ging iedereen kijken. En ik was jochie zijnde ook kijken. Ik kon er net in kijken. En dan zag je dat het daar in de dingen lag. In en overal. Met een gaatje erin. Dat er doorheen gestoten was. Dat had hij nog gewoon aan. Nou ja, dat maakt wel indruk op je. Als je ik zie het bloed nog. Ja, bij dat gaatje. Het bloed. Ja, ja. Ja. Na de bevrijding krijgt Fort Honswijk een nieuwe bestemming. NSB'ers en foute Nederlanders worden in gevangen gezet en bewaakt door de binnenlandse strijdkrachten. Landverraders waren het. En die zaten op Fort Honswijk. En daar gingen de jongens naartoe om te bewaken dat ze dus veilig waren, dat ze niet weg konden. De BS'ers gaan denigrerend om met hun gevangenen. En dat komt de verstandhouding niet ten goede. En toen nog een keer, ging weer een week voorbij en ging hij ze weer buiten halen. Broer zei, hij haalde wat onder zijn ding van nou, gooi het op de grond. Ja. En dat was het. Op 25 augustus 1945 pleegt de gevangene Ammendorfer zelfmoord door een landmijn tot ontploffing te brengen. Hij neemt de Schalkwijker Assuereskopier mee in zijn dood. En heb toch 14 dagen geleefd. En wij hebben, ja, bij zijn overlijden zijn we dus bij geweest. Vader en moeder, zegt hij. Nou, zo, ik moet het niet vertellen, dan schiet ik weer vol. Die zaten naast hem en, nou ja, dankjewel, zegt hij, voor mijn leven. En ik hoop dat ik jullie in de hemel weer ziet. Dat is gebeurd. Ongelooflijk. Als je dat meemaakt, zo'n jonge knul die daar zo... Nou, dat vergeet je nooit, hoor. Dat zijn dingen die vergeet je nooit. Nou, dus toen was het afgelopen. En toen kwam die militaire begrafenis erachteraan. En dat was wel heel erg mooi. Alleen, ja, dat schieten vond ik doodeng, want dat gewoon al die geweren omhoog. Maar goed, dat is klaar. En nu vind ik het eindelijk wel prachtig dat toch met die gedenking van die 4e mei... ieder jaar weer een prachtig boeket bloemen er ligt van de gemeente. Ja. Dus...
De lijnen in het eiland van Schalkwijk die tijdens de oorlog zo'n belangrijke rol speelden, zijn nog altijd te volgen. Ze getuigen van een tijd die nooit vergeten mag worden.